Al meer dan een jaar zit Ingeborg de Jong met een rolstoel die ieder moment uit elkaar kan vallen. Het frame is verbogen omdat ze een te lichte stoel kreeg. Het is een rolstoel die niet geschikt is voor mijn gewicht en ook niet geschikt is voor het gewicht van het elektrische ondersteuning die erop zit. Hij is 50 kilo, wordt hij overbelast. Dat is zo op te lossen, zou je zeggen. Maar een jaar later is er een nieuwe stoel en nog steeds niet. Hij is besteld en staat ergens in een magazijn, maar waar, dat weet niemand. Ook welzorg niet. Je komt bij een klantenservice als je er al komt. Dan 70 mensen voor je in de wachtrij is heel normaal. En dan kom je bij een telefoniste en die zegt, ja, ik ga doorgeven. Nou, dat is het. Maar er wordt niks doorgegeven aan niemand niet. En dan na bijna een jaar bellen komt het verlossende bericht. Haar rolstoel is boven water. Maar die vreugde is van korte duur. En gisteren kwam er iemand van welzorg om mij proberen om te praten van dat ze toch wel heel goed hun best doen. En ik vroeg ook, waar is mijn rolstoel? Nou, die is niet meer te vinden, die is weg, die staat niet in de computer, die moet nog besteld worden. De VVD in Nijkerk is helemaal klaar met welzorg en wil er eigenlijk wel vanaf. 200 klachten heb ik nu inmiddels begrepen. Alleen al voor Nijkerk, dat is relatief heel veel. Wij hebben vragen ingediend namens de VVD over deze situatie. Binnen een maand krijgen we antwoord. En op het moment dat het niet bevredigend is, dan zullen wij waarschijnlijk via een motie oproepen om helemaal te breken met welzorg.